Welkom bij Plaza Patata. Vandaag koken we een recept uit Plaza Patata. En dit is? Lisa René. Dit is Lisa René. En ik ben Nanda Roep, ik ben de schrijver van de boeken. En wat gaan we vandaag maken, Lisa René? Fruitschaal. Een fruitschaal. We maken de fruitschaal voor non-koks. Nou, lees maar eens voor, wat hebben we nodig? We hebben 2 bananen, 2 peren, 1 blikje ananas, 1 tos druiven en een flesje aardbeiensaus. En ik heb een blikje ananas, maar ik heb ook een verse ananas. En dat gaan wij vandaag, gaan we die snijden om te gebruiken. Zullen we dan maar eens beginnen? Ja. Nou, deze zijn makkelijk, hè, de bananen. Geef ik die aan jou. En pak ik even een aardbei. Ja, begin maar. Of een aardbei. Pak ik even een peer. Alleen als je dat wil. Pak ik de ananas. Nu moet het middenstukje eruit. Kijk, dan kun je hem eventjes eerst even nog een keer doen en zo. En dan kun je zo met een boogje. Zeg, want hij is zo glibberig dat hij dan uit kan schieten. Goed zo. Eens kijken naar het flesje met de aardbeiensaus. Je lepeltje gieten. Ja. Goed zo. Kijk maar. Ja. Op is of ze het lekker vinden om ook een beetje mee te eten. Volgens mij zijn we klaar. Fruitschaal voor non-koks en voor echte koks. Nou, zal ik dit even opruimen? Ga jij dan Tijmen en Sylvester even opruimen? Kijk eens wat we hebben gemaakt, Tijmen. Oh, lekker jongens. Lekker? Ja. Oh, er ligt zelfs een vorkje bij. Ja. Oh. Kan ik het eten? Ja, ik mag je eten. Mooi gemaakt, meisje. Eet smakelijk.